De Nijmeegse Maranatha-kerk is door een investeerder gekocht. De protestantse kerk moest verkocht worden omdat anders de begroting niet rondkwam. De investeerder wilde maatschappelijke en kerkelijke functie behouden. De kerkdiensten zullen dus ondanks de verkoop in de Maranatha-kerk gegeven blijven worden. De kerkenraad heeft laten weten prioriteit te geven aan de rust in de gemeente. En daarom hebben ze voor het behoud van de functies en niet voor de hoogste opbrengst gekozen.